En dan eens bedenken van, nou, en wat kan ik dan al goed? En wat kan ik dan niet zo goed? En hoe ga ik daar dat gat dichten? En zelfregulatie, dat vind ik nog wel belangrijk om even te noemen. Dat klinkt alsof je dat helemaal zelf moet doen. Maar dat is niet zo. Dus je moet zorgen dat je mensen enthousiast maakt om jou te helpen om jouw doel te bereiken. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over zelfregulatie tijdens het sporten met special guest Marije Elfrink-Gemser. Kapotte teennagels tijdens je eerste marathon omdat je nieuwe schoenen hebt aangetrokken. Een lekke band tijdens de triathlon omdat je je fiets niet gecheckt hebt. Met spierpijn aan de start omdat je je liet overhalen voor een extra training. Bij een sportprestatie hoort ook dat je de goede keuzes maakt en juiste beslissingen neemt. Maar hoe doe je dat precies? En kun je dat leren? We vragen het aan Marije Elfrink-Gemser, expert op het gebied van zelfregulatie in de sport. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En we hebben weer een prachtige aflevering voor de boeg. Ja. Met een special guest. En ze is al live virtueel bij ons. Marije, goedemorgen. 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 Marije. Welkom in de Slimmer Presteren podcast. Ik heb al het goed gebruikt dat ik dan even op Jurgen ga leunen om onze gast wat verder te introduceren. Nou hebben wij elkaar, alle drie, onlangs eerder dit jaar al ontmoet op de Lustrumbijeenkomst van Studio Mobile. Ja. De studievereniging van bewegingswetenschap in Groningen. Maar toch, Jurgen, je hebt natuurlijk alweer een mooie bio voorbereid. Wie is Marije Elfrink? Ja, ik ben een beetje lui geweest. Want? Maar het mooie is, sommige wetenschappers hebben gewoon een Wikipedia-pagina. Kijk. Marije is er één van. Dus wow. Daar, dan ben je echt en niet heel lang, dus die wil ik graag toch wel voorlezen in dit geval. Misschien weet Marije het zelf niet eens, ja. Nou, goed. Marije Elfrink-Gemser uit Sneek, 7 augustus 1973. Zo. Is een Nederlandse wetenschapper, dat staat voorop. Bewegingswetenschappen en sportwetenschappen en voormalig schaatster en wielrenster. Als schaatser haalde zij haar top in de periode 96-2000 toen zij zich voegde bij de nationale subtop in het langebaanschaatsen. Aangezien zij als sprinter tekortschoot, koos zij later voor het marathonschaatsen. Zij reed daarbij onder meer voor de ploeg van Enkhuizer Almanak. Als wielrenster, 1998-2000, reed zij voor de Farm Fried Hartol ploeg van Leontien van Moorsel. Ja. Ook hier behoorde zij tot de nationale subtop. Hartklachten maakten een einde aan haar sportcarrière. Dus dat is ook wel, dat wist ik niet. Na het gymnasium in Sneek ging zij studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En bij de faculteit Sociale Wetenschappen behaalde zij haar doctoraal. En even kijken. Ze promoveerde daar op een dissertatie die ging over talentontwikkeling bij hockeyspelers, dit heb ik vertaald uit het Engels. Ik zie en je vanuit, worstelen. Ik denk, je bent er aan het voorlezen. Vanuit 2009 is zij werkzaam bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, afdeling Bewegingswetenschappen. Zij heeft een groot aantal publicaties en presentaties op haar naam. Kijk. Nou. En dat vind ik dus zo leuk, Marije, dat we hier als gasten niet zozeer topsporters, nou ja, in jouw geval toch bijna, maar vooral leuke Nederlandse wetenschappers hebben. Dus we vinden het een enorme eer dat je er bent. En we willen het met je gaan hebben over zelfregulatie, want daar heb je veel onderzoek naar gedaan. Dan zeg ik altijd maar, laten we beginnen bij het begin. Ja. Marije, wat is dat eigenlijk, zelfregulatie? Ja, wat is dat, zelfregulatie? Nou, nu kan ik een hele ingewikkelde definitie geven in het Engels.
Nee, dat maar ik kan niet. Eigenlijk ook... Ja, wil je een beetje? Nee? Geen okay. Engels. Oké, geen Engels. Nou, dan simpel gezegd is eigenlijk dat je heel doelgericht verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkelingsproces. En dat heeft 3 componenten. Dat gaat om weten, het gaat om willen en het gaat om doen. En dat zijn eigenlijk de 3 onderdelen. Dus het is heel doelgericht en het gaat erom dat je efficiënt en effectief leert en traint. Dat is het eigenlijk in een notendop. Is het, toen ik een beetje in dit onderwerp begon te verdiepen, is het hetzelfde of is het een onderdeel van sportpsychologie? Je zou het kunnen zeggen dat het is inderdaad een meer een mentale kwaliteit die je hebt. Maar het is wel iets wat je in kunt zetten in een sportprestatie. Maar het kan ook op andere domeinen. Dus ja, je zou het kunnen scharen onder de sportpsychologische aspecten. Ja. Maar dus niet alleen, want als ik google op zelfregulatie, nou dan, het overstijgt alle terreinen. Lees, het is ook van toepassing gewoon in het dagelijks leven, toch? Zeker. Ja, absoluut. En kijk, ik werk bij de afdeling bewegingswetenschappen van de faculteit medische wetenschappen trouwens. Dat is wel zo leuk, hè, van Wikipedia. Ja. Dan heb je geen idee wie die informatie daarop heeft gezet. En sommige dingen kloppen en andere dingen, die kloppen niet. Ja. Maar het is eigenlijk een heel domeinoverstijgend concept. En iedereen kan het gebruiken. Dus als jullie nou denken van, nou, ik wil nog beter worden. Ja, dat kan misschien helemaal niet eens. Maar ik wil nog beter worden in deze podcast. Ja. Nou, dan kun je dat ook toepassen. Maar het kan natuurlijk ook in de sportprestatie. En dat is het mooie. Het is een algemene kwaliteit. Alleen je moet het wel heel specifiek toepassen op één aspect wat je wil gaan verbeteren. En dat klinkt nog heel abstract, maar ik denk dat wij wel wat concreter gaan worden. Ja, ik wou zeggen, je haalt me de woorden uit de mond. Weten, willen, doen, schrijf ik als eerste op. Kun je eens proberen dat concreet te maken? Het zijn een sportcontext. Ik vind het ook leuk om onze podcast als voorbeeld te noemen. Maar hoe speelt zelfregulatie een rol bij een prestatie? Dat is een voorbeeld wat ik wel vaker geef bij de studenten ook. Stel, je bent een voetballer en je denkt van ik score eigenlijk niet vaak genoeg en dat wil ik wel graag. Nou, dan begint het allemaal met wat wij dan reflectie. Dat is eigenlijk dat je gaat bedenken, nou, wat zijn mijn sterke kanten, wat zijn mijn minder sterke kanten? En hoe kan ik zorgen dat ik van het niveau wat ik nu heb, op het niveau kom waar ik graag naartoe wil. Dus je moet een idee hebben, een indruk hebben van wat je graag wil bereiken. En vervolgens, hoe kom ik van hier naar daar? Dat is eigenlijk waar het mee begint. Dus dat is dat het stuk zelfreflectie? Is het invullen van het weten en het willen? Begrijp ik dat goed? Ja, eigenlijk nog echt wel het weten. Dus wij dan zeggen van, dat valt onder metacognitie. Dat kun je situeren in de prefrontale cortex. Dat zijn de hogere cognitieve functies. Maar laten we zeggen van, dat hoort bij het weten. Okay. Dan vervolgens, dan weet je dat. Wel of niet bewust. Dat is namelijk ook heel leuk. Daar komen we misschien nog wel op. Maar ik vertel het nu alsof het voor iedereen een bewust proces is. Nou, dat is niet zo. Maar om het even te snappen, doe ik net alsof het wel een heel bewust proces is. Mm-hmm. Dus dan weet je, dit is wat ik wil bereiken. Ik wil vaker scoren. Of ik wil bijvoorbeeld als schaatser de bochten beter overstappen. Hè? Ik kom natuurlijk uit bij het schaatsen. Dus vind ik dat ook een leuk referentie. Voorbeeld. Ja. Dan weet je dat. Maar ja, en dan? Ja, dan gaat er een soort proces, een cirkel, een proces lopen, waarbij je gaat plannen, monitoren en evalueren. En dat plannen is dan bijvoorbeeld als voetballer van, als ik bijvoorbeeld uit vrije trappen wil gaan scoren, dan moet ik daar ook op oefenen. Mm-hmm. Dus ik ga na de training, gedurende 15 minuten ga ik extra oefenen, trainen op die vrije trappen. Nou, dat is leuk, maar als je vervolgens niet bijhoudt of je dan ook daadwerkelijk vaker scoort tijdens die vrije trappen, dan werkt het eigenlijk niet. Dus je moet dan, als je zegt, ik ga dat 15 minuten doen, dus je hebt een bepaald blokje wat je dat gaat doen,
dan moet je ook bedenken van, nou, dan tel ik bijvoorbeeld van de 20 keer, hoe vaak schiet ik die bal er dan in? En vervolgens evalueer je dat en dan ga je kijken van, hey, maar scoor ik dan in de wedstrijd ook vaker? Dus dan verschuif je het al, dan wordt het al een iets langer proces. En dat gaat steeds rond. Maar dat werkt. Ik ga je af en toe misschien onderbreken hoor, want ik hoor je in een bijzin zeggen, als je het niet meet, dan werkt het niet. Vind ik opvallend, want ik zou zeggen, als ik gewoon iedere training een kwartier extra vrije trappen ga oefenen, of ik het nou tel of niet, dat werkt toch? Nou, ja, dat is wel leuk. Nee, dat hoeft niet per se te werken, want misschien doe je wel de verkeerde dingen. Aha. En dan kun jij het je misschien helemaal niet voorstellen, maar oefenen, gewoon maar op het oefenen. En trial and error is op zich best wel een goede leermethode, ja. Maar het is wel het idee dat je ervan leert. Dus je moet wel van je fouten leren. Dus als jij merkt van ja, de manier waarop ik die vrije trappen neem, ik doe het elke keer op die manier en ja, dan gaan ze er niet vaker in, dan word jij ook niet beter. Helder. Dus dan sluit je eigenlijk die loop tussen dat extra trainen en die eerste zelfreflectie. Dan moet je wel aan elkaar knopen, anders is het maar doelloos oefeningen uitvoeren. Ja, en dan werkt dat dus gewoon niet goed. Dan kom je niet verder. En dan vervolgens, ja, dat is dus een cirkel. Dus die cirkel die ga je steeds opnieuw in. Maar dat werkt alleen als je ook daadwerkelijk daar natuurlijk gemotiveerd voor bent. En dat je echt je best doet. Dus wij noemen dat dan, onderdeel is dan effort. En self-efficacy. En dat is dat je eigenlijk ook wel gelooft dat je dat kunt. Dus je hebt wel overtuiging. Hè? Je moet er wel vertrouwen hebben dat datgene wat jij dus doet met dat oefenen, dat het ook daadwerkelijk wel bijdraagt aan jouw prestatieverbetering. Ja. Dat is het willen. Dus de motivationele component. Dus het willen is die concrete, dat invullen van die interventie in feite. Dat ik zeg, hey, ja, ik heb gereflecteerd, ik wil iets veranderen en nu ga ik dat door middel van dit en plan en deze checks, ga ik dat doen. Ja, en dan dat is mooi, want jij zegt nu ook van dan ga ik dat doen. En dat is onze derde, hè? Dat is het gedrag. Ja. Want dat kennen wij waarschijnlijk, kennen jullie ongetwijfeld ook. We hebben allemaal wat voorbeelden, voorbeelden van fantastische planningen. Dat zie ik bij onze studenten ook wel. En die kunnen dat heel goed. En die zeggen van ja, ik ben echt heel gemotiveerd, ik wil het echt graag en ik ga ervoor. Maar ja, dan doen ze het niet. Ja, dan heb je er niet zoveel aan. Dus je moet het ook wel gewoon echt doen. Ja. En wat wij dan ook wel zien, is dat je soms bij trainingen, ja, sommigen die staan al op het veld, of die staan op het ijs op het moment dat die Samboni van het ijs komt. Dat is die schuifmachine, de dwelmachine. Ja. Dan heb je het mooiste ijs. En die zijn ook echt gewoon heel serieus dan met bepaalde opdrachten bezig. Ja, en anderen die zitten nog in de kleedkamer. En dan komt die trainer zo, knok, knok, knok. Jongens, kom op, het is tijd, laten we gaan. Ja, en hoe je dan met die training omgaat. En ook hoeveel rendement je uit die training haalt. En wat we zien, is dat de talenten, maar niet alleen getalenteerde sporters, maar mensen die zich meer verbeteren in dezelfde tijd, ja, die zijn toch die leren eigenlijk efficiënter en effectiever in dezelfde training. Die halen er gewoon meer uit. Dus even los van de trainingsopbouw en de inhoud van de training die een trainer of een coach voor jou bedenkt. Ja. Haalt de een daar gewoon meer uit dan de ander. En dat heeft te maken met deze aspecten van... En ik hoor je in deze laatste opmerking, hoor ik je terugredeneren, toch? Dan zeg je opeens, hey, wij zien mensen die goed presteren. Dan kijken we hoe gedragen die zich in een training. En dan zie je dit soort, deze grondhouding in feite. Ja. Want dit is het onderzoek, dat vind ik wel leuk, wat jij al bij heel veel verschillende soorten sporters hebt gedaan. Verschillende disciplines. Mm-hmm. Heb jij dit gemeten dus en verschillen gevonden tussen verschillende atleten en ook dat gekoppeld uiteindelijk aan prestatie? Kun je me vertellen van bij welke groepen sporters heb je inmiddels gekeken en hoe kom je daar eigenlijk achter? Hoe kan je zelfregulatie meten in jouw onderzoek? Ja, dat is een hele goede vraag. Want als wetenschapper wil je heel graag daar getalletjes aan kunnen verbinden. En dan wil je vergelijkingen kunnen maken. En dat is best heel lastig. Zeker als het om aspecten gaat, zoals gedrag,
Zoals ja, mentale kwaliteit, hè, sportpsychologische kwaliteit werd al even genoemd. Hoe meet je dat nu eigenlijk? Nou, dus daarvoor zijn we bij de sportpsychologie ja, heel goed in de literatuur ook gaan kijken. Gekeken van, ja, hoe is dat eerder al gedaan? En wij hebben uiteindelijk hebben wij in de beginfase gekozen voor een vragenlijst. En dat is de Self-Regulation of Learning Self-Report Skill. En die naam die zegt eigenlijk al self-report. Dat betekent dat je dat over jezelf gaat invullen. Mm. Dus dat is een vragenlijst met onderdelen voor nou, die planning, voor het monitoren, voor het evalueren, voor reflectie. Maar ook voor effort en voor self-efficacy. En ja, ik moet eerlijk bekennen dat in de beginfase dacht ik, ja, weet je, gaan ze dat wel eerlijk invullen? Kunnen ze dat wel invullen? Maar er is gebleken dat als je dat bij grote groepen sporters doet en je gaat groepen met elkaar vergelijken, dat je toch systematisch elke keer weer dezelfde verbanden terugvindt. Dus dat gaf ons wel vertrouwen. En ja, dus dat is met een vragenlijst zijn we daarmee begonnen. Dat was in het promotietraject van Laura Jonker. En ook Tienke Toering is daar toen mee begonnen. Dat is al een tijd geleden. Die meiden zijn inmiddels al lang gepromoveerd. En zij zijn begonnen met scholieren van wat destijds nog noodscholen waren. Dat was verspreid over heel Nederland. En dat zijn scholen voor waar dan jonge sporttalenten hun school met de sport kunnen combineren. En nu heet dat topsporttalentscholen. Ja. Flauwe kritische vraag, Marije. Maar ik kan me voorstellen, juist omdat het gaat onder andere over of je plannen maakt, of je checkt, of je doelen bijstelt. Ja. Is dit instrument zelf al niet een behoorlijke interventie? Want ik kan me voorstellen, als ik door jou word uitgenodigd om deze zelfverslaglegging te doen, dat jij dat proces nogal stimuleert. Ja, en dat is eigenlijk ook wel het hele mooie ervan. Want dat betekent dat het ook een hele praktische toepassing heeft. Nee, eens, dus maar kun je dan wel de effecten, het is een beetje wetenschapsfilosofisch hoor, maar kun je dan wel de effecten isoleren? Want jouw meetinstrument is eigenlijk al een soort interventie. Ja, nou nu hebben we geen interventies. We wilden niet interventies gaan evalueren. We hebben gewoon maar we hebben de stand van zaken hebben we in kaart gebracht. Dus het was observationeel onderzoek. En dat klopt, dat het invullen van die vragenlijst mogelijk ook al een soort van interventie is. Maar we hebben eigenlijk gewoon de stand van zaken op dat moment in kaart gebracht. Dus hoe vullen die getalenteerde sporters, en ze zijn getalenteerd bevonden door hun eigen sportbond. Door de selectie dat je naar die scholen ging. En wij hebben daar dus niks mee te maken gehad. Wij hebben het niet gebruikt voor selectiedoeleinden. Nee. Dus wij hebben gewoon gekeken van, nou, dit zijn kinderen die zitten in een sportselectie. Blijkbaar worden ze als talent aangeduid. Hoe scoren zij nu eigenlijk op aspecten van zelfregulatie? En dat hebben we ook bij scholieren gedaan die ook op die school zaten, maar niet op het hoogste niveau sporten. Ja. En we hebben dat gedaan bij kinderen die bijvoorbeeld heel goed zijn in muziek of op een ander terrein heel goed zijn, maar niet zozeer in de sport. En daar hebben we allerlei vergelijkingen in gemaakt en ook bijvoorbeeld gerelateerd aan het schoolniveau. Dus we hebben gekeken bij leerlingen op het VMBO en op de HAVO en op het VWO en gekeken van ja, is het nou zo dat dit aspecten zijn die kenmerkend zijn voor kinderen die op de wat hogere schooltypes zitten? Of zien we daar geen verbanden? Ja. Hey, en hoe lang was zo'n meetperiode dan? Hoe lang moest je zo'n lijst invullen? Het invullen van de lijst zelf duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Ah ja, maar ik bedoel hoeveel dagen of weken, maanden? Hoe vaak deed je het? Wat is de frequentie gewoon één van, keer. Eén keer. Maar tijdens hebben op welke leeftijd, op welke klas ging dat om? Ja, nou ik zeg nu wel één keer, maar we hebben longitudinale onderzoekers, zoals we dat noemen. Ja. Waarbij we de sporters over hun in hun hele loopbaan, of tenminste de loopbaan tot aan dat ze de overstap. Zolang als je ze vast kan houden. Ja, totdat ze de overstap maken naar de senioren, dat we ze ook volgen. Dus dan wordt dat weer herhaald. Dus we meten dan ieder seizoen. En afhankelijk van de sport doen we soms doen we het aan het begin van het seizoen en aan het einde van het seizoen. Maar in de onderzoeken die ik net vertelde op die scholen,
was het ja, gewoon eenmalig of één keer per jaar. Dus niet vaker dan dat. Vanaf welke leeftijd? Nou, die vragenlijst is gevalideerd vanaf 12 jaar. Dus vanaf de brugklas konden die leerlingen dat goed invullen. En dat hebben we met een groep van meer dan 1200 kinderen ook gevalideerd. En nou ja, wat je dan doet is die vragenlijst eerst bij de helft van al die leerlingen. Die hebben dat ingevuld. En vervolgens hebben we met factoranalyse gekeken van nou, welke onderdelen zitten daar dan in. Dus een soort ja, factorstructuur gemaakt. En zo zijn we ook op dat weten en dat willen gekomen. En vervolgens, want het gedrag hebben we niet in die vragenlijst goed mee kunnen nemen. Dat wilden we wel graag, maar dat was te ingewikkeld en te onbetrouwbaar. En ook niet valide genoeg. Dus in die vragenlijst die wij hebben ontwikkeld zitten alleen de componenten weten en willen. En vervolgens hebben we met een andere groep van ruim 600 scholieren, hebben we gekeken of diezelfde factorstructuur weer terugkomt. Dus of je, nou, dat noem je dan conformatieve factoranalyse, of je dat dan weer, of de data, het model ook valideert. Goed zitten. Ja. En nou ja, op die manier hebben we dus echt wel vertrouwen ook in die vragenlijst, omdat we daar is een heel lang proces aan vooraf gegaan. Ja. Maar dat gedrag wilden we natuurlijk ook graag weten. Nou, ik ben benieuwd. Want, ja. En ik realiseer me, we schieten een aardig methodologisch konijnenhol in. Maar het is toch wel interessant. Nee, het is denk ik ook wel interessant voor onze luisteraars. Het is heel zorgvuldig Hoe doe je nou sportwetenschap? Ja. Of hoe doe je psychologiewetenschap in dit geval? Waarom kon je dat gedrag niet meten? Omdat dat dan een verklaring is die niet zoveel waard is of zo? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Nee, het is wel veel waard. Alleen het schoot een beetje alle kanten op. Er zitten zoveel verschillende aspecten aan. En uiteindelijk hebben we gedacht van, ja, is dat wel mogelijk om dat in een algemene vragenlijst goed uit te vragen? En daarom heeft promovendus Tienke Toring, die, wat ik al zei, ze zijn inmiddels al lang gepromoveerd. Maar die heeft specifiek alleen binnen het voetbal haar onderzoek gedaan. Dus Laura die heeft over allemaal verschillende sporten dat gedaan, over die loodscholen verspreid over heel Nederland. Maar Tienke die heeft bij de voetballen opleidingen, jeugdopleidingen, heeft zij onderzoek gedaan en zijn we gewoon gaan filmen. Dus die heeft het gedrag geobserveerd en die heeft met kwalitatief onderzoek en ook met interviews heeft zij uiteindelijk dat gedrag in kaart gebracht. Maar dat is heel tijdrovend en intensief, dat zul je begrijpen. Dus dan kun je ook kleinere groepen, dan kun je geen 1200 jeugdsporters gemakkelijk mee in kaart brengen. En ik zit te denken, we weten nu een abstracte definitie wat het is. Weten willen doen. We weten hoe je dat gemeten hebt in die verschillende vragenlijsten. Maar hebben we eigenlijk plus al met observaties, hè? Ja, plus observaties. Maar hebben we nou eigenlijk al het effect, de resultaten, besproken? Wat heb je nou gevonden? Ja, nou ja, wat wij consistent zien terugkomen is dat de sporters die uiteindelijk zich meer verbeteren over een seizoen en ook over de jaren heen, die zijn gekenmerkt door een hoge mate van reflectie. Dus die scoren daar steeds ook hoger op. Dan sporters die op een iets lager niveau sporten. En helemaal, ze scoren sowieso ook hoger dan sporters die op een nog wat lager niveau sporten. Daarnaast zien we dat de schooltypes ook wel invloed hebben. VWO'ers die scoren daar over het algemeen wat hoger op, VWO en HAVO, dan VMBO. Maar dat wil niet zeggen dat het een één-op-één relatie is. Dus het is niet zo dat je niet heel goed kunt worden in sport als je niet HAVO of VWO hebt gedaan. Want die sporttalenten op het VMBO, die scoren er juist ook weer heel erg hoog op. Dus dat zijn eigenlijk die uitzonderingen. Ja. Dus het is niet precies hetzelfde. Het lijkt wel zo te zijn dat je, als je het beste uit jezelf wil halen, dat dit een manier is om in te zetten. Maar ik vind het nog heel voorzichtig wat jij zegt. Ik als journalist en boekenschrijver, welke onder kop andere zet jij erboven? Ik zet, want ik zeg altijd tegen anderen van ja, talent. Dan zeggen ze nou, mijn kind heeft talent voor dit en dat. Ik zeg altijd, nou, op 14-jarige leeftijd, dan zijn heel veel kinderen nog even goed in hun sport. En dan heb je natuurlijk fysiologische, fysieke verschillen. Maar de beslissende factor uiteindelijk of ze de top halen, is of zij op die leeftijd hoe hun zelfregulatie
capaciteiten zijn. En dan refereer jij naar onderzoek uit Groningen. En dan refereer ik naar jouw onderzoek. Is dat te kort door de bocht? Want dan komt het eigenlijk op het punt van, ja, kun je zelfregulatie... Is het voorspeller? Ja, is een voorspeller voor de top bereiken? Of een belangrijke voorspeller in ieder geval? Nou ja, het is een mogelijke... Het speelt mee in de verklaring waarom de een wel en de ander misschien niet zijn potentie waarmaakt. Het is wel ook te ontwikkelen. En we weten inmiddels ook dat in de adolescentie... Voordat je daar naartoe gaat, Marije, want dan willen wij natuurlijk ook weten, want dan hebben wij er wat aan. Ja. Maar niet over deze vraag heen stappen, dat vind ik wel spannend. Nee. Heb je een causale relatie kunnen vinden tussen inderdaad hoge zelfregulatie en sportprestatie? En zo niet ook goed, maar dan moeten we Jurgen even terugfluiten. Ja, nee, ik vind causaliteit zo ingewikkeld, want dan is het echt oorzaak-gevolg. Ja. En in dit type onderzoek is dat gewoon zo lastig om dat echt zo ook aan te pakken. Kun je niet hard maken natuurlijk. Het is, dat vind ik zelf wel ingewikkeld. We hebben wel studies ook die laten zien dat als je... en dat is eigenlijk ook wel heel mooi opgezet hoor, maar dat is dan niet een duidelijke interventie. Maar jeugdsporters 2 jaar voor de overstap naar de senioren, die hoog scoren op bijvoorbeeld reflectie, dus als onderdeel van zelfregulatie, die zijn veel vaker bij de internationale top, ook als zij bij de senioren sporten, dan degene die wat lager scoren. Dus toen hebben we ze gematcht. En op jongere leeftijd, toen we nog niet wisten wie uiteindelijk de top haalde en wie niet. Toen bleek dat degene die op hoog niveau in de jeugd sporten, maar laag op zelfregulatie, vaker die overstap niet succesvol konden maken. Dus die zakte wat af. Terwijl degene die... iets lager niveau hadden in de jeugd, maar wel hoog op zelfregulatie, die waren juist degene die dat stapje omhoog konden maken. Ja, die studies gebruik ik altijd. Ja, nee, maar dat is de nuance tussen de journalist. De journalist die de kop schrijft, die zegt er is een verband. En jij zegt, Marije, als zorgvuldige wetenschapper, ik heb een verband gezien, maar kan geen causaliteit aantonen. Nee. Maar, ik vind het in de discussie die je natuurlijk altijd hebt bij talentherkenning, bij clubs of in het voetbal of tennis of noem maar op, waarbij ze op jonge leeftijd al kinderen willen selecteren. Waar eigenlijk gekeken wordt vaak naar, hoe goed scoor jij al? En dan is het vaak fysiek, hè? Of naar voetbaltechnisch of tennistechnisch, resultaten. En terwijl ik denk, maar dat is nog zo beperkt eigenlijk op die leeftijd. Juist de mentale component van zelfregulatie, die moet je daar ook in meenemen. Dus lees van... deselecteer je niet mensen die misschien op dat moment het niveau nog niet hebben in tennis of voetbal of noem het welke sport, maar juist de mentale capaciteiten van zelfregulatie wel hebben. En in hoeverre wordt dat eigenlijk wel al voldoende meegenomen in... Weet je dat, Marije, of jouw onderzoeksresultaten inmiddels bij de bondsbureaus op tafel liggen? Ja, zeker. Er wordt best wel veel mee gedaan, vind ik. Het lastige is alleen dat we niet een eenduidig meetinstrument hebben om te kunnen selecteren. Want wat ik al aangaf... Een van de vragen op mijn lijst. Kunnen we zelf even zo'n testje doen? Ja, wel. Dat kan wel. Oh, dat kan wel. Als je eerlijk bent, dan kun je dat zo invullen. Dat kan ik ook. Als je eerlijk bent. Wat is dit nou voor bijzin? Maar ik bedoel, als je echt geïnteresseerd bent in je eigen mate van zelfregulatie, het is een self-report, dus dan kun je dat invullen. Maar als wij dat willen gebruiken voor selectiedoeleinden, en je weet dat aan de voorkant, dan ga je natuurlijk, je denkt van ik wil graag in die selectie, dan vul je alles op de hoogste categorie in. En dan denk je, dan is het niet meer onderscheidend. Dus dat is natuurlijk het lastige ervan. Dus ik denk veel meer dat je het zou kunnen gebruiken voor talentontwikkeling. Ontwikkeling en niet selectie. Ja. Nee, en niet selectie of deselectie. Maar als je het coachesluis laat invullen, want of ouders zou ik niet doen, onafhankelijke coaches, zo zeg maar. Of onafhankelijke mensen die misschien niet eens coachen, maar wel meekijken, observatoren die dan op die manier... Dat zou misschien wel kunnen. Dan moet je wel een goed beeld hebben van die sporter. Ja. En waar let je dan op, Marije? Wat zie je aan een atleet, jong of oud, wat tekenen zijn van zelfregulatie?
Ja, en die reflectie, dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Ja. Hoor, dus iemand die zich bewust is van waar hij staat, wat hij wel en niet kan, waar hij wil groeien. Dat is bijvoorbeeld iemand die heel goed wil weten wat de bedoeling is van een opdracht. Dus die zal ook wel wat vaker misschien met de coach of de trainer praten. Die vraagt ook zelf om feedback. Die sporter wil ook heel graag weten van, goh, wat doe ik nou eigenlijk allemaal fout? Dat is ook wel eens een valkuil, want sommige dingen gaan goed en dan moet je daar eigenlijk ook op richten. Hè? Dus het is, maar die wil heel graag weten, wat kan ik nou verbeteren om, wat gaat er nog niet goed? Ja. Zodat ik mezelf kan verbeteren. Die nemen het vaak graag in eigen hand, in plaats van dat ze gaan wijzen. En dat kennen we misschien ook allemaal wel, dat als het gewoon niet zo goed gaat, ja, hoe fijn is het dan om te zeggen, ja, de scheidsrechter of de weersomstandigheden of weet ik veel, ik had pech of zo, of ik had de tegenstander, nou ja, bedenk het allemaal. Dat wijzen, dat voelt misschien eventjes wel prettig, maar uiteindelijk schiet je daar niet zo heel veel mee op, omdat je dat niet in de hand hebt. Want dan ben je afhankelijk van anderen, terwijl als je durft daadwerkelijk in de spiegel te kijken van dit heb ik wel goed gedaan, maar hier is mogelijkheid, hier is ruimte voor verbetering. Ja. Dan kun je daar ook iets mee doen. En de sporters die dat hebben, die worden daardoor gekenmerkt. En het zijn trouwens ook het zijn niet altijd de makkelijkste sporters hoor in je groep. Ik denk dat een trainer coach ook wel eens denkt van, dan heb je hem of haar weer. Ja. Want het zijn juist ook aandacht. De sporters. Ja, maar ja, het zijn. Ja, maar ook wel gewoon eigenwijze sporters of zo. Die dan gewoon zeggen: van nou, maar waarom? Ja, nou, dat doet niet. Precies. Ja. Ik zat al te denken toen je zei: mensen die reflecteren op hun eigen falen. Bijvoorbeeld mensen die tegen advies van de coach in hun bidon van hun fiets halen. En nu kom je met eigenwijs eroverheen. Ja. Ja, nou, ken ze wel, ja. Ja, maar soms dan is het ook handig om juist even iets minder te doen. En dat en die doen het dan ook gewoon. Hè? Die hebben ook het lef om tegen een trainer in te gaan. Of om bijvoorbeeld... Ik heb dit voorbeeld mag ik wel noemen. Want dat vindt ze wel goed. Ik heb wel eens met haar over gehad. Met Marianne Timmer. Daar heb ik mee geschaat. Marianne kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Van Timmetje, wat doe je nou? Olympische medailles gewonnen. Zij was hartstikke goed. Ik heb met haar in de jeugdselectie geschaatst. Destijds gewest Groningen. Zij heeft de absolute top gehaald in het schaatsen. En ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Maar zij was dus iemand die als sprinter voelde zij aan dat na 6 keer sprinten, dan was het eigenlijk wel klaar. En dan ging zij achter een boompje staan. En dat deed ze gewoon die 7e, 8e, 9e, 10e keer sprinten. Dat deed ze gewoon niet. Ik deed dat wel. Want ja, de trainer die zei dat. En dan, ik deed dat gewoon. Hoe oud, welke leeftijd was dat toen? Ik was toen 18, denk ik. Ja, ik ging toen 17, 18. Ja. En jij zegt, die mate van eigen wijsheid en zelfbewustzijn van, maar 6 keer voluit, dat is mijn beste training. Dat is in haar geval een teken van zelfregulatie. Ja, dat vind ik wel. En soms dan deed zij wat meer en soms deed zij wat minder. En ze was dus heel erg betrokken ook bij die eigen training. En ze wilde ook best wel nieuwe dingen uitproberen en ook elke keer wat patronen doorbreken, maar zij was daar wel echt gewoon zelf al heel erg bewust van. En heel veel sporters, waar ik ook mee van dichtbij heb meegemaakt, die doen gewoon wat de trainers zeggen. Dit sluit naadloos aan op onze aflevering van vorige week, waarin we met elkaar gesproken hebben over mag je je trainingsschema's aanpassen. En dat was dus ook het advies, zelf blijven nadenken. En dat bevestig jij dus zelf ook. Jij noemt Marianne Timmer, maar ik moet meteen denken aan iemand anders die ook in jouw Wikipedia pagina genoemd wordt. Leontien van Moorsel. Daar heb jij in het eerste gesprek, toen ik jou interviewde voor het boek Het Maakbare Uur. Welk boek? Heb jij een boek geschreven? Ja, ik heb een boek geschreven. En toen, jij meteen, toen ik bij haar in de ploeg kwam, daar ging een wereld voor me open. Want daar was iemand, die was zo, die kende haar lichaam zo goed. En die wist precies van, morgen die training, die kunnen we wel even op die manier aanpakken. Dan denk ik, ik lees toch al dat jij de subtop hebt gehaald in het schaatsen en wielrennen. Hartstikke goed. Denk jij achteraf, het lag ook wel een
aan mijn zelfregulatiecapaciteit ten opzichte van bijvoorbeeld een Marianne Timmer en een Leontien van Moorsel? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het altijd, het is altijd een combinatie van meerdere factoren. Ik weet ook niet of ik fysiek het helemaal... Ik ben blij dat je het zegt. Want je hart, kan fysiek talent niet overcompenseren. Ja, ja, ik lees de hartklachten, maar, dan weet ik... dat zegt genoeg, denk ik. Ja, dat heeft er nou zeker mee te maken. Maar even los daarvan, denk ik... ik was op die leeftijd... was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik zat in een traject en... niet zo bewust die trainingen gedaan dat ik daar het maximale voor mezelf uithaalde. Ja. En als ik had dat nu heel anders gedaan, maar goed, ik ben nu bijna 50, dus dat... Wij zijn het achteraf. Ja. Maar dan komen we bij wat mij betreft een mooie laatste stap. En je refereerde net al aan, maar toen trok ik even aan de teugel. Ja. Je kunt het ontwikkelen, zei je. En enerzijds wellicht bij jeugd, maar anderzijds misschien ook bij mensen van middelbare leeftijd. Mm-hmm. Ben wel heel benieuwd. Vertel, wat kun je doen en wat moet je doen? Of laten? Er zijn ook echt wel hele goede programma's inmiddels ontwikkeld. Bijvoorbeeld Laura heb ik al even genoemd. Laura Jonker. Laura Jonker. Ook bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zijn ze met dat soort programma's al best wel ver. Maar je kunt ook al zelf gewoon bedenken van... Nou, wat is nou eigenlijk het doel wat ik wil halen? En daar eens even bij stilstaan. En in plaats van dat je op een soort lopende band maar meegaat in de stroom van alle dag. Bedenken van, wat wil ik bereiken? Nou, en dat doen jullie volgens mij al heel, heel duidelijk. Hè, met een doel stellen voor een marathon of voor een triathlon of weet ik wat allemaal. Maar dat je dan ook bedenkt, nou, wat zijn nou precies de eisen om dat doel te halen? Wat is daar nou precies voor nodig? Ontrafel dat eens. Hoe moet ik fysiek in orde zijn? Zijn er ook cognitieve aspecten? Moet ik, met een duursport is het bijvoorbeeld ook dat je mentaal door moet kunnen gaan. Maar met een sport waarin je snel moet reageren, is ook inhibitie bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Snel kunnen schakelen, dat soort dingen. En dan eens bedenken van, en wat kan ik dan al goed? En wat kan ik nog niet zo goed? En hoe ga ik daar dat gat dichten? En zelfregulatie, dat vind ik nog wel belangrijk om even te noemen. Dat klinkt alsof je dat helemaal zelf moet doen. Maar dat is niet zo. Het gaat erom dat jij het gevoel hebt van, maar ik ben verantwoordelijk. Ik ben zelf verantwoordelijk om dat doel te halen. Maar ik kan natuurlijk heel veel mensen kan ik daarvoor inzetten. Dus je moet zorgen dat je mensen enthousiast maakt om jou te helpen, om jouw doel te bereiken. Dus dat is ook iets van, hoe creëer je een omgeving waarin je jouw doelen kunt bereiken. Ja, en dan dus die cyclus ingaan, hè, met dat plannen en monitoren en evalueren en zo. En steeds even weer terugkijken en van, zit ik nog op schema of niet? En als ik niet op schema zit, wees dan niet bang om ook aanpassingen te doen. Ja, ik vind het hartstikke mooi, maar ik ga het meteen bij mezelf denken. Sportdoelen, dat betekent als ik echt sportdoelen, dan moet ik toch even de familiesituatie. Ja, dan kan ik beter met mijn partner een tijdje vaarwel zeggen, et cetera. Nou, laat maar zitten dan. Dat is denk ik wel een voorbeeld van, het is ook prima zo natuurlijk. Dus ik stel mijn doelen toch niet zo heel hoog wat dat betreft. Sterker nog, ik hoor jou altijd redenen verzinnen waarom je niet voluit hoeft te gaan, nee, toch? Nee, precies. En ik ken mijn beperkingen ook veel te goed, denk ik soms. Daar past het ook wel in. Dus ik ben ook benieuwd eigenlijk naar die vragenlijst. Ik vind het wel goed om straks in die show notes te stoppen voor iedereen. Kunnen wij zo'n lijst ergens vinden als een linkje in de show notes zetten, Marije? Ja, dat is een beetje... daar moet ik nog steeds goed over nadenken. Want wij hebben die lijst, die stel ik ruimhartig altijd wel beschikbaar aan andere onderzoekers en wetenschappers. En die kunnen ze dan gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Het lastige is als je het gewoon invult zonder dat je goed weet hoe je het moet interpreteren, dat je ook wel verkeerde conclusies zou kunnen trekken. Mm. En dat is eigenlijk wat we niet willen. Dus misschien kan ik wel een soort een versie maken dat je wel een soort zelfscan kunt maken.
die een beetje korter is. Ja. Die gewoon leuk en laagdrempelig is voor het publiek, maar die dan waar niet al die onderzoekstechnische aspecten ook nog aan vastzitten. Daar kan ik wel even mee aan de slag. Nou, dat zou super tof zijn. Ja. Klinkt een beetje als een déjà vu, hè? Toen we met Lieke Schiphoff-Godard over hadden, liepen we hier ook tegenaan. Misschien toch even leuk om dat uit te rafelen. Wat is het gevaar, Marije, als je als leek in feite aan de haal gaat met een psychologisch onderzoeksinstrument? Wat voor verkeerde conclusies kan ik daaruit halen? Nou ja, bijvoorbeeld dat je, even kijken, ik ga nu even naar de zelfregulatievragenlijst. Wat zou daar dan het gevaar kunnen zijn? Nou, dat je heel erg gaat overschatten of onderschatten en dat je daar onzeker van wordt. Of dat je dan misschien, wat zou je kunnen gaan? Ja, en dat ik die ga vergelijken met die van jou, Gerrit. En dan denk ik vind het wederom heel zorgvuldig dat je dit zo aanvliegt. Maar ik denk, al die mensen die meedoen aan het onderzoek, die vullen hem ook gewoon in. Maar goed, die krijgen dan misschien niet de resultaten onder hun neus. Nee, we koppelen dat wel terug. Ja, niet alle, niet iedereen krijgt het tot persoon, een persoonlijk rapport. Behalve als we dat van tevoren ook afspreken. En dan geven we ook aan, hè, van als je zo hoog scoort op een bepaalde schaal, dan betekent dat dat je bijvoorbeeld hieraan kunt werken of daaraan kunt werken. Het is ook wel zo dat je, je krijgt dan bijvoorbeeld, je vult het in. En dan heb je een score van, ik zeg maar wat, 4 op een 5-puntschaal. Ja. Maar wat betekent dat dan? Hè? Is die 4, is dat dan hoog of is het dan laag? Moet je er wel aan werken, moet je er niet aan werken? Hoe moet je daar dan aan werken? Dus ja, dat is, wij zijn er als in de wetenschap zijn we daar misschien ook wel wat terughoudend in. Dat heeft ook wel... Nee, heel goed. Ik zit ook meer te denken, is er niet een soort tool waar je die reflectie mee faciliteert? Hè? Misschien hoef ik niet eens zo nodig die scoren. Ja. Maar dat je zegt, wat zijn nou de 5 of de 10 of de 15 vragen die je voor jezelf eens moet beantwoorden om dat zelfreflectie en willenpootje op gang te krijgen? Ja. Nou, ik vind het wel een hele mooie. En we hebben, dat heb ik nog niet genoemd, bijvoorbeeld Eileen Post doet ook onderzoek binnen een talentengroep bij de zwemmers. En die heeft ook weer laten zien dat het bijvoorbeeld de evaluatie en met name ook die reflectiecomponenten echt wel heel belangrijk zijn om uiteindelijk heel veel progressie te kunnen maken binnen een zwemseizoen, was dat dan in dit geval. Ja. En ook daarvan zeggen die trainers en coaches van alleen al het invullen en ook de sporten zelf, dat heeft ook al meerwaarde. Mm-hmm. Hè? Want het opent ook het gesprek. Ja, dat geloof ik wat heel je, met je met je sporter kunt bereiken. En ook gewoon voor jezelf. En je kunt dan met misschien met andere sporters van, goh, ik heb het ingevuld. Ik heb het zo ingevuld. Hoe heb jij het ingevuld? Oh, jij zit veel hoger. Ik zit lager. Herkennen we dat ook? Ja. Dus in dat opzicht denk ik van is eigenlijk wel heel, zou wel heel mooi zijn. Dus ik ga er wel eens even een versie van maken die wel waarvan ik denk van, die kan niet zoveel, die kan geen schade berokkenen, want dat wil je natuurlijk dat moeten absoluut we niet. Nee. Maar een soort spiegeltje. Ja, precies, die spiegel. Ja. Je refereerde al even, toen we elkaar kort voor de uitzending spraken, aan die aflevering 113, nu zo'n 6 weken geleden met Jens van Lier, wielerpsycholoog, die de doelenpyramide introduceerde. En ik heb dat toen ook voor die Marathon van Amsterdam gedaan. En alleen dat al. En misschien doe ik dat niet helemaal goed, of weet ik veel. Daar is vast inderdaad van alles over zeggen. En Jens zal natuurlijk zeggen, dat moet je met mij doen, want ik moet jou helpen interpreteren. Dat geloof ik ook. Maar alleen al zo gestructureerd over jezelf een keer nadenken, is al, ik ben heel erg van glas half vol, is al heel veel meer dan helemaal niet daarover nadenken natuurlijk. Ja. Is het nou, want ik zit toch te denken, wij hebben dit ooit, deze podcast, opgezet met het idee om onze luisteraars een beetje te leren onderscheid te maken tussen dingen die zinvol onzin zijn en ook vooral niet te veel onnodig geld uit te geven aan gadgets, aan fietsen, aan hardloopschoenen. Ik kan me ook wel ergens voorstellen, een mens stelt een doel van een bepaalde tijd op de marathon en heeft dan al heel snel het idee, dan heb ik allemaal nieuwe dikke spullen nodig, hebben dikke schoenen nodig, et cetera. Is dat niet een valkuil op die, als je zo aan de slag gaat en dan die, op die manier je beperkingen eigenlijk denkt op te lossen door middel van spullen? Wat een gekke vraag. Ja.
Marije, denk ik. Is dat een gekke vraag of niet? Nee, maar de verbinding viel even stil. En dus hoort dat ook? Hoort dat, kan dat ook bij zelfregulatie? Jurgen, als je te veel zelfreflecteren gaat doen, dan ga je opeens allemaal dure spullen kopen. Nee, niet te veel, maar dat wel onderdeel van gedrag kan zijn. Ah, en dat eigenlijk shortcuts zijn die je gaat proberen op te zoeken. Terwijl ik vraag me af, ja. Dat past eigenlijk niet in jouw beeld van zelfregulatie, denk ik. Nee, nou ja, je moet zorgen dat je het zo organiseert dat jij optimaal jezelf kunt ontwikkelen. Ja, moet je goed zijn. En daar horen heel veel aspecten bij. Dus ja, ik denk dat het echt op het materiaal, als het ware afschuiven, is in mijn ogen wel wat eenvoudig. Ja, klopt. En je kunt zelf, maar ja, het is natuurlijk wel zo. Ik geef ook schaatstraining. En als ik bij bijvoorbeeld de pupillen of de junioren zie dat het materiaal echt niet zo goed voor elkaar is, omdat ze bijvoorbeeld veel te grote schaatsen hebben of die niet stevig genoeg zijn, ja, dan is dat wel jammer, want dan heeft dat wel heel veel invloed. Dus het kan wel een factor zijn, maar... Ja, bij pupillen. Ik denk dat Jurgen refereert aan middeleeuws mannen met een dikke buik waar de prestatie niet zo in orde is, maar het materiaal olympisch. Ja. Ja, nee, kijk, en dan denk ik van dat is echt wel gewoon meer dat wijzen, hè, van niet bij jezelf nemen. Ja, want er zijn zoveel mogelijkheden om dan eerst jezelf nog te verbeteren. Dat is het, hè? Je hebt de link dus wel gevoeld, Jurgen, maar daar zit hij. Mensen die te veel geld uitgeven aan dure spullen die niet passen bij hun niveau, die wijzen naar externe omstandigheden in plaats van ik moet beter worden. Ja, dat is eigenlijk de attributie, hè, van voel je... Ik heb niet de goede spullen. Precies. Ik vind altijd de leukste vraag bij zo'n hele dure fiets om even te vragen of je zelf nog moet trappen. Ja. Blijkt toch altijd zo te zijn. Nou, wat ik wel toch nog even een zijstapje, maar wel gerelateerd hieraan. Zelfregulatie, nu hebben we het allemaal natuurlijk over uiteindelijk jezelf ontwikkelen en je verbeteren, prestatie. Maar je kan eigenlijk, zo hebben we het ook een keer al besproken, namelijk zelfregulatie, bij puur het energieverdelen, het pacen binnen een race. Zelfs of gewoon een race dus rijden, een wedstrijd. Dat is ook eigenlijk zelfregulatie, hè? Van je inhouden op het juiste moment. Ja, Gerrit begint te lachen en ik snap ook wel waarom natuurlijk. Het is wat onderontwikkeld in mijn reflectie. Ik heb wel een goede zelfreflectie, maar ik weet dat ik er niet zo goed in ben. Dat wil ik meer denken. Ik vind ik wel interessant, omdat mensen misschien dit nog te abstract vinden. Maar denk eens na bij een wedstrijd die jij doet, waar het eigenlijk ook op zelfregulatie aankomt. Jij hebt daar onderzoek ook naar gedaan. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Dat is het promotietraject van Stijn Menting. En hij onderzoekt hoe pacing gedrag, dus het indelen van je energie over een activiteit, zich ontwikkelt vanuit de jeugd. En we zien dat eigenlijk dat ook een soort mini zelfregulatief proces is. Dus stel je hebt een tijdrit, je hebt een trimloop of of zo'n marathon of een triathlon of wat je ook wil. Je wil heel graag, als je begint, dat heb je een bepaalde mate van energie. Hè? Stel een batterij, die zit helemaal vol. Als je aan de finish komt, wil je eigenlijk dat de batterij leeg is. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat je wil. Dan heb je een optimale is, zeg maar, hier, terwijl de finish daar is. Nou, dat hebben we allemaal wel een keertje meegemaakt. Maar je wil ook niet dat als je aan die finish bent, dat die batterij nog half of tot drie kwart vol is. Is dat je tijdens de reis, of tijdens de rit, eigenlijk steeds bij gaat houden van, maar hoe zit het nu eigenlijk met mijn energie? Kan ik wat meer gas geven? Moet ik even wat gas terugnemen? Zit ik nog op het goede, op de goede intensiteit? En dat doe je omdat je aan de voorkant al hebt gereflecteerd en een soort planning hebt gemaakt. En dan vervolgens hou je dat wel steeds bij. En zo bouw je eigenlijk een performance template, omdat je aan de achterkant dan weer even moet nadenken van, maar hoe ging het eigenlijk? En in die performance template, daar, hoe voelde je het qua hartslag? Of hoe zeer deden je benen onderweg? Of hoe was het met je ademhaling? Of hoe gemotiveerd was je nog? Kon je nog doorgaan? Dus al die informatie, die helpt mee, als je het tenminste op een goede manier gebruikt en je leert ervan, om de volgende keer
met jouw trimloop of een wedstrijd het dan weer ietsjes beter te doen. En niet te vroeg eigenlijk die batterij hebt leeggetrokken. En dat volgens mij laat het onderzoek ook zien, hè, dat sommige kinderen in ieder geval pubers, jong volwassenen daar al verder in zijn dan anderen. Ja, en dat zeker. Ook wellicht een voorspellende waarde kan hebben voor uiteindelijk de top halen, ja of nee. Maar je zegt hier eigenlijk, dit is voor iedereen, elke recreant ook, eigenlijk heel goed. Dus altijd na afloop evalueren en teruggaan van wat leer ik hieruit en wat kan ik hier voor de volgende keer mee meenemen. Ja, en ook heel goed voelen. Ja. Proberen ook te voelen van, ja, maar wat voor signalen kreeg ik eigenlijk? En wanneer kreeg ik die signalen? Wanneer ging mijn ademhaling in één keer veel sneller? Of misschien was het wel zo dat je op het moment dat er een groepje, dat je bij een groepje wilde aansluiten en dat je daar dacht van, nou, ik wil daar bij blijven, maar dat ging misschien net iets te snel, dat je daar op een gegeven moment dan eigenlijk de rekening van moest gaan betalen. Of dat je op een bepaald moment in de race erachter kwam van, ja, toen heb ik het laten liggen, want ik ben nu over de finish gekomen. Ik had eigenlijk best wel harder gekund. Nou, welk stuk had ik dan harder gekund? Ja. Maar dat je eventjes tijd neemt, nadat je bent uitgeheigd, van dat je even gewoon een moment terug gaat en even aan je lichaam voelt van, hoe voelde dat nu? En wat kan ik daarvan meenemen voor de volgende keer? Ja. Dus het is niet alleen weten, hoor. Het is ook heel erg... Maar dan denk ik ook meteen van, ja, is het dan nooit goed? Moet je altijd weer terugdenken aan en altijd weer dingen vinden van... Nee, ik zou jou inhaken hier. Slimme Presteren podcast. We hadden het vorige week al in de aflevering over al die slimme AI, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Dit is nou wel waar volgens mij bijvoorbeeld die hardloopvermogensmeter om de hoek komt. Nou, niet zozeer die vermogensmeter zelf, maar die app en die algoritmes die daarachter zitten. Die, en dat hoor ik van meerdere mensen om me heen die dat ding gebruiken, inderdaad uitrekenen, wacht even gozer, als dit jouw vermogenscurve is en als je dit op 1, 5 en 10 minuten kan, dan kan jij dit op een marathon. En ik heb nu natuurlijk al 2 keer aan mezelf bewezen dat de software al zag dat ik meer kon dan ik ooit zou durven pacen, zeg maar. Ja. Dus dat is wel een soort nieuw element in deze zelfregulatie, dat nu de berekeningen en de modellen maar wel ook hierin gaan helpen. Nee, maar kijk, ik speel natuurlijk en ik ben ook echte recreant. En ik denk, ik wil gewoon lekker sporten. En, dat mag altijd, hè? En ik hoef niet per se heel veel beter te worden of noem maar op. Zeg maar jij dan in de performance template van Marije heb jij gewoon een batterijtje over. Zo. Dat is prima. Kan dat? Ik bedoel, is het erg om geen zelfregulatie te hebben of heel weinig zelfregulatie bij het sporten dan? Of ga je uiteindelijk, geeft dat nadelen van dat je afhaakt misschien, motivatie kwijtraakt. Niet het beste uit jezelf haalt. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is lastig. Want iedereen die sport natuurlijk met een ander doel. Het kan een prestatiedoel zijn, maar je kunt ook een sociaal doel hebben. En als jouw doel is om... want je doet wel mee, hè, met die activiteiten. Dus blijkbaar vind jij het wel leuk om dan... daaraan mee te doen en om je daarop voor te bereiden. En ja, dat die tijd dan misschien wat minder belangrijk is of de prestatie op zich. Je vindt het wel leuk om aan de finish te komen, neem ik aan. Hè? Je begint niet om uiteindelijk uit te gaan. Waarom schrijf jij eigenlijk in voor die wedstrijden? Het is niet specifiek ik. Jawel, het is wel jij. Want er gebeuren hier gekke dingen bij jou. Nee, waarom schrijf jij je in voor dat soort wedstrijden? Nee, ik de persoon. Want ik zou zeggen, dat zijn juist de mensen die doen nooit aan wedstrijden waarschijnlijk ook mee. Nee, maar jij doet wel aan wedstrijden. Ja. En dan ga je volgens de hele tijd zeggen, het kan mij niet schelen maar hoe ik het aan een doe. Beetje ik probeer een beetje de luisteraar die zegt, maar ik ben net begonnen met sporten, et cetera. Maar ik vind het wel leuk om het nu gewoon even over jou te hebben. Waarom schrijf jij je eigenlijk in voor dat soort wedstrijden? Laat mij maar eerst die vragenlijst, die scan invullen. Dan komen we wel achter. Je duikt hem gewoon 3 keer. Ja. Wat is je dit? Leert jezelf wel goed kennen, hoor. Als je dit soort dingen doet. Nee, en weet je... Ik lig hier een beetje op de slakbank bij de psycholoog. Op de sofa, ja. Ja, nee, mooi. Maar, precies. Ja. Nou, laten we het daar maar bij laten. Want hij gaat het niet vertellen, Marije. Dus ik zal het de komende tijd eens proberen te achterhalen. Ja, heel goed. Ik had nog één ding. Ik weet niet of de tijd het toelaat. Ja, maar als je als trainer, coach hier nu ook iets mee wilt. En je denkt van, goh, nou, die zelfregulatie is eigenlijk best heel belangrijk voor mijn sporters. Ja. Bijt dan zo nu en dan je tong af. Ah.
Vertel, vast uit eigen ervaring met jouw pupillen op de schaatsbaan. Ja, ook dat. Maar ook wel uit onderzoek. Ons eigen onderzoek, maar ook ander onderzoek. Als je alles voorschrijft, dan haal je eigenlijk eigenaarschap weg bij de sporters. Mm-hmm. En dat is nou juist wat je niet wil. Dus wat wij gezien hebben ook wel, is dat trainers die echt de meest fantastische planningen hadden gemaakt en met periodiseringen, weet ik wat allemaal, niet per se altijd de meeste talenten aan de top afleveren. Terwijl trainers die natuurlijk ook een goed jaarplan hebben en inhoudelijk goede trainingen maken en ook echt wel schema's maken, maar meer ruimte laten voor individuele invulling vanuit die sporten zelf, dat die vaak meer sporters of meer talenten aan de top afleveren, om zo maar te zeggen. Vind ik wel spannend. Kun je die nog één slag concreter maken? Als jij misschien uit je rol als trainer bij de pupillen op de schaatsbaan, of een trainer die mij via Training Peaks begeleidt, hoe ziet die ruimte eruit? Nou, bijvoorbeeld, ik geef een opdracht, dan moeten ze 5 keer een 300 meter schaatsen, waarbij ik dan ga letten op hoe ze de bocht aansnijden en hoe ze doorversnellen in de bocht als schaatser. Hè? Dus ik sta daar te kijken, zij zijn het aan het doen, en ik zie dat ze de bocht niet goed aansnijden. En dus, op het moment dat jij die bocht niet goed ingaat, dan wring je er eigenlijk een beetje doorheen en dan kun je niet die versnelling doorzetten die je graag zou willen. Nou, dan wil ik heel graag zeggen tegen ze van, je deed dit niet goed of je deed dat niet goed. En als je nou je schaats precies zo zet en je hangt op die manier in de bocht en je gaat op die manier je heuplaag, dan gaat het beter. Dus dat moet je gaan proberen. Dat wil ik dan heel graag zeggen, want ik zie dat gebeuren. Ik wil ze helpen, ja. Ik wil ze helpen, ja. Maar wat ik dan geleerd heb uit het onderzoek, maar ook uit eigen ervaring, is dat je dan soms beter even kan vragen van, hoe ging die bocht nou eigenlijk? Nee, dat ging niet zo goed. Waarom ging dat niet goed? Jij initieert het zelfreflectieproces bij de atleet zelf. Ja, en wat dan ook kan helpen is dat iemand die dat wel goed doet, dan zijn dit altijd ook wel rijders die dat wel goed doen, dat je zegt van, ga daar eens achter. En dan zeg je het dus niet, maar dan gaan ze het nadoen van degene die... Dus zet je iemand ervoor die dat stukje heel goed doet, dan moet die ander erachteraan en die moet dat meedoen. En dan vraag je van, en nu lukt het wel. Waarom lukt het nu wel? En dan komen zij zelf. Maar ik moet die schaats anders plaatsen. Ik moet mijn heup lager. Ik moet beter hangen, weet ik wel. En dan beklijft het veel meer en dan leren ze veel beter. En wij hebben als... en ik ben nu ook heel veel aan het woord. Dus nu moet ik eigenlijk ook mijn tong een beetje afbijten. Dus dan wil ik het ook allemaal uitleggen. Maar als docent en als trainer, je wil zo graag de kennis uitstorten. Ja. Maar soms moet je dat echt niet doen. Je moet even tijd geven om dat ze het zelf leren. En dat ze fouten kunnen maken. En dat ze... Ja, en dan leren ze veel beter. Nou, met fouten maken gaat het wel goed hier in de Slimme podcast. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Ik denk nog even terug aan Wolfgang Schulhorn, waar we het laatst over gehad hebben. Een paar weken terug. Fouten bestaan niet. Nee. Het zijn fluctuaties en uiteindelijk het lichaam leert daarvan. En dan denk ik terug aan Jens van Lierin, zegt zijn gelegenheden om te leren. Ja. Kortom, mooi. Wat een mooie toevoeging, Marije. Dat is een lekker concreet advies. Ook al had je dat dan eigenlijk moeten uitvragen aan een trainer. Soms moeten we ook maar gewoon dingen tot ons nemen, toch? Ja. Dan hebben we van Jens geleerd, dan beklijft het waarschijnlijk niet. Maar als ze dan de volgende keer fout doen, dan herkennen ze misschien de fout wel. Oh nee, er is geen fout. Verbetermogelijkheden. Lastig, Verbetermogelijkheden. Super. Dankjewel voor de toelichting. En wij kijken natuurlijk heel graag uit naar een mooie vragenlijst of een zelfreflectie-instrument. Mocht het er nooit van komen, ik heb al vaker gemerkt, soms komen hier hele mooie ideeën langs in de podcast. De intentie is er. Ik hoop dat het lukt. En als het zo is, dan communiceren wij erover. Nou, dat is een mooi bruggetje. Via een aantal manieren. Als het even kan, stoppen we de link in de show notes. Die vind je natuurlijk in je favoriete podcast speler waar je nu luistert. Maar ik denk ook dat als we deze lijst hebben, dat we er ook wel even een post van maken op social media. Dat doen we sowieso van deze aflevering. En dan vind je ons op Twitter en Instagram als de @slimmerpodcast. Dan kun je die aflevering retweeten, hartjes geven, op Instagram hartjes geven. En als je het nog niet doet, zorg dan ook even dat je ons gaat volgen op die kanalen. Of
Je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina, een eigen link. Die kan je dan oppikken en rondsturen en doorsturen. Bijvoorbeeld met die laatste tip even naar collega trainers bij de club of waar je ook maar actief bent. Zeg, hey, je moet even die aflevering luisteren, want zeker op het eind zit een mooie tip. Stuur hem vooral door. Of je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. Ik ben wel even benieuwd, Marije. Veel gefietst. Hardlopen, doe je dat ook? Zeker, ja. Zit je op Strava? Ik zit niet op Strava. Mijn man zit op Strava, maar ik zelf niet. Ja, ik weet niet of we dan iets kunnen. Nou, oké. Want je bent nu natuurlijk te gast geweest in de Slimmer Presteren podcast. En dat geeft je recht op 2 exclusieve voordelen. Allereerst dit mooie Slimmer Presteren podcast shirt. Active Dry. Maar wij zeiden net elkaar, hebben we die al aan je gegeven in Groningen of niet toen? Of ging je naar huis met de mok? Nee, ik heb dat t-shirt al, maar ik heb hem weggegeven. Dan sturen we er zeker niet nog een op. Jawel. Dat vind ik heel leuk. Ja, ik vind dat t-shirt heel leuk. Nee, ik heb het aan een vriend in Amerika gegeven, want die wilde ook heel graag zo'n mooie shirt. En die luistert nu ook naar de Slimmer Presteren podcast. Nou, dat ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ja, jullie gaan echt helemaal de wereld over. Nou, dan komt die sowieso jouw kant op. En ik wilde dus zeggen, als gast word je ook toegelaten tot de exclusieve Slimmer Presteren podcast Strava Club. Maar ja, daar zit je dan niet op, dus dat kan niet. Laat ik dan nog even die uitnodiging doen aan alle luisteraars. Als jij vriend of vriendin van de show wordt, betekent dat je 1 keer per maand een kopje koffie doneert. Ga naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Dan krijg je ook toegang tot die Strava Club en 25% korting op alle items in de webshop. Dat is zo'n shirt, dat is zo'n leuke mok. Of dat boek waar deze aflevering al aan werd gerefereerd. En als je dat bestelt bij ons in de webshop, gesigneerd exemplaar, hè? Zeker. Zeker, dus. Maar goed, die heb jij natuurlijk al lang gelezen, Marije, want je staat erin, hè? Zeker. Ja, die staat bij mij prominent in de boekenkast. Ergens ik dacht al iets te zien daar op de achtergrond. Oh, ja, die blauwe daar. Kijk, daar staat hij. Ja. Nou, dankjewel, Marije. Ja, superleuk. Wat tof dat je te gast wilde zijn bij ons in de podcast. En mocht je leuk onderzoek hebben, leuk nieuws, dan nodigen we je graag. Of mochten we nou een stortvloed aan vragen krijgen, mogen we je dan nog een keer uitnodigen? Zeker. Hartstikke goed. Super. Dankjewel voor deze week. Dankjewel, Marije. Ja, jullie ook bedankt. Tot volgende week. Succes verder. Hoi. Doeg. Hoi.